I hurt myself today. Dit zijn enkele van de weinige beelden van Lijf Hoste als renner in 2011. Bij een val in de driedaagse van de Pannekoekzijde breekt hij een tand, heeft snijwonden in het gezicht, maar erger, loopt hij ook een scheurtje in het hersenvlies op. 4 dagen na de valpartij rijdt hij toch de ronde en een week later Parijs-Roubaix. Maar na de hel van het noorden moet Hoste de fiets noodgedwongen laten staan. Ik zat daar gewoon ergens met een lekske, waardoor ik hersenvocht verloor en dat kan redelijk veel last geven. Op die moment zat er eigenlijk niks anders op. Het was zo dat ik eigenlijk gewoon een ritje van een uur kon of iets, dat ik meestal daar 2 of 3 dagen moest van bekomen. Dus dan is de rekening eigenlijk stilgemaakt en dan kun je niet anders afrusten. Het is zo simpel eigenlijk. Fietsen kan dan niet meer, want door die scheur in zijn hersenvlies heeft hij last van hevige hoofdpijn. Ik heb toch wel een dikke 4 maanden geen fiets en ook niets anders. Op een duur was het eigenlijk zodanig, had ik zodanig veel last dat ik zelfs in het gewoon leven eigenlijk niet de alledaagse dingen kon doen. Dus dan zit het wel redelijk diep. Ja. Maar intussen kan Hoste alweer een goede maand aan zijn basisconditie werken. Dat doet hij nog steeds in Katyusha-uitrusting. Al heeft de ploeg bekendgemaakt dat ze niet met Hoste verder wil. Voorlopig is Katyusha nog mijn ploeg voor dit en volgend jaar, maar waarschijnlijk zal dat inderdaad wel veranderen. Ja. Je wacht op een neurologisch onderzoek om verder te kunnen eigenlijk in de besprekingen? Hè? Ja, ik wacht inderdaad op een soort van goedkeuring dat ik weer capabel ben om te trainen en te koersen volgend jaar. Ja. Als het neurologisch rapport bevestigt dat Hoste profrenner kan blijven, dan pas mag hij van Katyusha op zoek naar een nieuwe werkgever. Volgens de geruchten zou het dan Lotto kunnen worden. What have I become? Ben je mentaal sterker geworden door een seizoen als dit? Het is mijn beroep, het is iets dat je met hart en ziel doet. Het is belangrijk, maar toch besefte dan alleen dat niet op de eerste plaats komt. I would find a way.